Hey, leuk dat je meekijkt naar een nieuwe video en vandaag gaan we het uitgebreid hebben over thuiswerken. Sinds corona vooral is dit nog veel meer booming geworden dan het eigenlijk al zou worden. Het is, je zou kunnen zeggen, een trend, maar ik denk dat het iets wat voor veel langer meegaat. En vandaag ga ik de 27 tips met je delen over thuiswerken. Ik heb hier mijn laptop naast me staan waarin ik ook de tips heb. Dus af en toe kijk ik daar eventjes naar om te kijken of ik niet een bepaalde tip ben vergeten. En laten we gewoon meteen een deep dive doen op het thuiswerken. Er zijn natuurlijk super veel voordelen van, er zijn een aantal nadelen ook van. En vandaag ga ik het vooral hebben met tips van oké, hoe kun je het nou makkelijker maken voor jezelf om thuis te werken. Maar ook bijvoorbeeld, hoe kun je nou productiever thuis gaan werken. Welke principes kun je daar nou het beste in gaan toepassen. Je ziet mij hier vanaf de rooftop in Vietnam, waar ik deze video opneem. En waar ik dus ook een soort van thuiswerken aan het doen ben, maar dan vanuit het buitenland. We noemen dat ook wel vaak remote werken of locatie onafhankelijk werken. Daar heb ik ook meer over geschreven en ook meer video's over gemaakt. Dus check dan eventjes de rest van het YouTube kanaal of mijn website voor veel meer informatie. Laten we gaan beginnen. Tip 1 wat betreft thuiswerken en het allerbelangrijkste daarin is, ja, kies voor jezelf één werkplek om alles vanaf te gaan doen. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om coffeeshops bij langs te gaan of coworking spaces als je dingen vanuit het buitenland doet. Maar als we ons gaan focussen nu meer op het thuiswerken, dan is het super handig om in ieder geval één werkplek te hebben. Je wilt namelijk niet continu, als je een laptop bij je hebt, continu je laptop moeten verplaatsen van locatie naar locatie. Dat is eigenlijk helemaal niet handig. Dus je wilt wel één plek hebben waarin je dit kunt doen. Dit werkt ook het meest productief. Je wordt het minst afgeleid. En ja, dat maakt uiteindelijk dat je dit het beste op deze manier kunt doen. Dus dit is meteen één gouden tip die je gewoon absoluut wilt doen voor jezelf. Kies voor één werkplek. Maak het niet moeilijker voor jezelf. Maak het dus super simpel. En ga daarmee aan de slag. Tip 2 is bepaal je werktijden. Super belangrijk om te gaan kijken voor jezelf. Oké, wat zijn nu mijn werktijden? Vooral als je thuis gaat werken heb je de enorme uitdaging van werk, privé en hoe hou je deze dingen uit elkaar. Ik denk dat het heel goed is om voor jezelf dus te bepalen wat zijn mijn werktijden. Dus je zou kunnen zeggen, oké, weet je, ik hou gewoon de kantoortijden aan van 9 tot 5 bijvoorbeeld. Maar ja, vanuit thuiswerk heb je ook alle vrijheid om zelf te kunnen kiezen hoe je dit graag wil doen. Dus je zou kunnen zeggen, ja weet je, ik werk eventjes een paar uur in de ochtend en een paar uur in de avond. Het is helemaal aan jou. Maar bepaal je werktijden en zorg ervoor dat die ook in je agenda zo genoteerd staan dat je alleen op die uren gaat werken. Dus dit is ook een oefening die je nu al zou kunnen doen. Dus maak nu voor jezelf, oké, dit zijn de werktijden waarop ik ga werken en daaromheen, dat is privé tijd. 3. Stop met werken na werktijd. Deze sluit dus heel erg aan bij tip nummer 2 ook. Zorg dus ook voor dat je dit echt doet. Als je aan thuiswerken bent, is de kans misschien heel groot dat je toch nog even iets langer gaat doorwerken. En ja, zorg dus voor dat je echt doet alsof je op kantoor zit. En dat ook het daadwerkelijk op die manier gaat doorvoeren. En een volgende tip, tip nummer 4 die heel belangrijk is. Ja, laat je mobiel weg. Ik heb op dit moment geen mobiel hier bij me, zodat ik hier helemaal gefocust op kan zijn om deze video te maken. Je mobiel kan een enorme afleiding zijn. Misschien ken je het zelf wel. Je zit te veel op social media te checken of misschien toch je mail heel vaak te checken. Dus zorg er gewoon voor dat je niet afgeleid kunt worden door je mobiel. De beste manier is door die helemaal weg te leggen. Heb je die toch af en toe nodig? Dan kan het ook verstandig zijn om een soort mobieltijd binnen je werktijd te gaan plannen. En waardoor je dus zorgt dat je in bepaalde uren wel beschikbaar bent op de mobiel en in andere uren niet. Heb je die mogelijkheid of die vrijheid? En vaak hebben we die wel, maar realiseren we ons dat niet, dat we die vrijheid echt hebben. Ja, zorg er dan voor dat je die mobieltijd noteert voor jezelf en ook wanneer dat dus is. En daaromheen communiceer dus met anderen dat je binnen bepaalde tijd dus niet die mobieltijd hebt en dus niet beschikbaar bent, zodat jij goed je werk kunt doen en lekker productief kunt thuiswerken. Tip nummer 5. Sluit enigszins aan ook bij tip nummer 4, het mobiel stuk. Maar hier gaat het bij om dat je het internet helemaal uitzet. Dit is misschien niet altijd voor iedereen haalbaar. Nogmaals, dit is heel erg afhankelijk van ja, wat voor werk doe je op dit moment. Maar in het algemeen hebben we vaak wel de ruimte om te zeggen, oké, we gaan een aantal uur niet op het internet werken. Waardoor je dus veel productiever kunt zijn en in ieder geval niet afgeleid kunt worden door het internet.
Een belangrijk voorbeeld is bijvoorbeeld een bepaald rapport wat je wilt gaan schrijven, waarbij je weet van oké, ik moet gewoon alle kennis die ik al in mijn hoofd heb zitten, die moet ik gewoon op papier zetten. En daarvoor heb je geen internet nodig. Zelfs als je je laptop gebruikt om het rapport te schrijven, heb je geen internet nodig. En kun je er dus ook niet door afgeleid worden, waardoor je wel heel productief kunt blijven en je beste werk kunt leveren. Tip nummer 6 is: maak afspraken met je omgeving over het thuiswerken. Dus als jij mensen in jouw huis hebt of familieleden die vaak langskomen of vrienden of whatever, maak afspraken met de mensen in je omgeving die vaak langskomen of die jou dus ook bijvoorbeeld zouden kunnen afleiden. Ik denk dat dit heel belangrijk is. Vooral bij het thuiswerken komt dit als extra punt erbij. Dus ja, als je op kantoor werkt, dan heb je daar natuurlijk geen last van. Maar in dit geval heb je er wel last van als mensen vaak bij je langskomen. Dus maak daar ook afspraken over wanneer mogen ze wel even jou storen. En er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen te bedenken. De hele grote dingen, als iemand bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, ja, dan is dat een dusdanig groot voorbeeld dat dat een uitzondering kan zou kunnen zijn. Dat mensen jou wel mogen storen. Maar wees daar heel duidelijk in. Wat zijn die uitzonderingen? En wat zijn die uitzonderingen niet? En communiceer dat dus heel duidelijk, zodat jij gewoon supergoed kunt blijven werken. Tip nummer 7, stel grenzen voor jezelf. Stel dus hele duidelijke grenzen. Dus hoeveel uren mag jij per week bijvoorbeeld van jezelf werken, maar ook hoeveel uur ja, privé-tijd wil je dus voor jezelf hebben. Wat zijn nou precies, waar zit nou die grens in? En ook die uitzonderingen die ik net noemde, die zitten hier ook in. Ik denk hoe beter jij bent in het grenzen stellen, des te productiever jij wordt en des te meer jij uit het thuiswerken kunt halen. En dat kan zelfs betekenen dat je dus, ja, hoe productiever jij wordt, hoe meer tijd jij ook aan privé-tijd zou kunnen besteden of hoe meer vrije tijd jij hebt. Of juist die extra tijd in die werktijd kunt plannen, maar dan ja, gewoon extra werk kunt leveren in diezelfde aantal uren. En hoe vet is dat als je dat kunt realiseren? Dus stel hele duidelijke grenzen. Tip nummer 8. Pak heel bewust je rustmomenten. Als je aan het thuiswerken bent, dan is de kans heel groot dat je misschien naar je scherm kijkt en eigenlijk continu ja, aan het werk bent. Zonder dat je erover nadenkt om af en toe eventjes die rust te pakken. Om af en toe bijvoorbeeld even uit die stoel te komen en in beweging te komen. En ik denk dat dat heel belangrijk is om vooral op de lange termijn het thuiswerken te kunnen vasthouden. Dus zorg voor die rustmomenten tussendoor. Dus dat kan zijn dat je even gaat mediteren, dat kan zijn dat je even gaat wandelen. Dat kan zijn dat je bijvoorbeeld een paar push-ups of sit-ups doet. Dat is iets wat ik zelf wel vaak doe. Dus zorg ervoor dat je in ieder geval even iets anders doet. Even 10 minuten, 15 minuten eruit bent en dan weer erin stapt. Tip 9, hele simpele en hele korte tip. Zorg voor voldoende water. Dit kan ook een afleiding zijn. Hè? Dus op het moment dat je niet van tevoren dit soort kleine dingetjes voorbereidt, dan moet je misschien toch eventjes jouw werkplek weer uit om dat water te gaan halen. Nou, stel je hebt een familie, dan kan het zijn dat je kinderen daar rondlopen of dat misschien je vrouw of je man daar rondloopt. En dan ben je eigenlijk op dat moment alweer afgeleid. Kan het zijn dat je ja, allerlei andere dingen gaat doen of toch even een praatje maakt. Dat praatje wat anders misschien, wat je hebt voorgenomen om 5 minuten te doen, wordt opeens 1 uur of misschien zelfs 2 uur. En voor je het weet ja, ben je een heel groot ding van de dag alweer kwijt. Dus zorg ervoor dat je dit soort dingen altijd direct bij je hebt. Dat kan in een glas, drink je heel veel. Ja, zorg ervoor dat je een fles bij je hebt, zou ik zeggen. Tip nummer 10, maak een weekindeling. En ja, als er één ding is wat heel veel voor mij verandert, dan is het wel het maken van een wekelijkse planning. Hier heb ik ook meer video's over gemaakt, dus check dan ook die zeker even. Maar maak dus een wekelijkse planning voor jezelf, dus een weekindeling van oké, hoe komt het eruit te zien? Dus wat is mijn werktijd voor deze week en wat wordt mijn privé-tijd? Het kan natuurlijk per week verschillen. Per week heb je misschien andere taken, andere opdrachten die je wilt doen. En op deze manier kun je daar heel mooi op gefocust blijven. En is het ook een hele goede manier dus om werk en privé bijvoorbeeld ja, van elkaar te blijven onderscheiden. En dat heel duidelijk te hebben wat je per week wil doen. Tip nummer 11. Werk vanuit de cloud. Ik denk heel goed voordeel hiervan is dat je sowieso je gegevens niet kwijt kunt raken. Ik heb hier zelf in Vietnam gehad, dus ik was er hiermee bezig en opeens ja, crashte mijn harde schijf. Waardoor ik alles, letterlijk alles op mijn harde schijf kwijt was. Maar omdat ik vanuit de cloud werkte, had ik dus nog steeds alles daar genoteerd in staan. Zelf gebruik ik hiervoor Dropbox. Dit is één van de systemen die je zou kunnen gebruiken. Maar je kunt iCloud gebruiken, je kunt Google Drive gebruiken. Er zijn allerlei voorbeelden. Microsoft heeft zijn eigen systeem, OneDrive. Dus je kunt van allerlei dingen kun je dat wel vinden. En ja,
Ik zou dat als tip meegeven. Ga je thuis werken. En ook dus als je bijvoorbeeld in een coffeeshop gaat werken. Of je wilt af en toe wel van locatie veranderen om in een inspirerende omgeving te werken. Of je hebt bijvoorbeeld 50-50. Hè, 50% werk je thuis en 50% op kantoor. Ja, dan kan het ook heel goed zijn om vanuit zo'n cloud te werken. Tip 12, gebruik een VPN. Komt dit je verder niet bekend voor? Google het dan eventjes. Een VPN zorgt ervoor dat jouw gegevens dus online beveiligd zijn. Het is ook super handig. Ga je wel vanuit het buitenland werken, zoals ik hier op dit moment doe, vanuit Vietnam. Dan kan het ook heel handig zijn voor andere kleine dingetjes, zoals bijvoorbeeld Netflix. Om maar iets te noemen, ik zet altijd de VPN er even van aan. Ik heb hiervoor wel eens gewerkt vanuit het buitenland. Dat was in Roemenië. En ja, daar gebruikte ik geen VPN en ik wilde Netflix openen en dat ging niet helemaal goed. Dus dan wordt dat meteen gezien als een onbeveiligd netwerk. Dus ook voor dat soort dingetjes is het handig. Maar ook natuurlijk vanuit jouw business. Vooral als je op locatie werkt, maar wel in een coffeeshop. En je weet van ja, andere mensen kunnen ook bij jouw gegevens. Ja, zet dan even die VPN aan. Waardoor je ervoor zorgt dat je jouw gegevens beveiligt. En andere mensen daar dus niet in kunnen komen of het kunnen hacken. Tip 13. Kleed je voor je werk. Ik zie nog wel eens vaak voorbij komen dat mensen toch zeggen van, nou weet je, ik ga lekker vanuit pyjama werken. En natuurlijk kan het af en toe wel, maar ik geloof er niet zo in dat je dan zo productief bent als anders. Want je geeft daarmee eigenlijk een signaal aan jezelf van, oké, ik blijf in mijn pyjama, dus ik ga een beetje lekker chillen. En ik denk niet dat je je beste werk kunt doen op het moment dat je het op die manier aanpakt. Dus zorg ervoor dat je in ieder geval een beetje voor je werk kleedt. Dat hoeft niet te betekenen dat je helemaal in pak gaat natuurlijk. Maar kleed in ieder geval aan met bijvoorbeeld een t-shirt, een korte broek als het lekker weer is. Dat is natuurlijk allemaal prima. Doe vooral zelf natuurlijk waar je je goed bij voelt. Maar dit is wel iets waarvan ik denk, waarin ik in ieder geval wel zoiets heb van, nou, ik werk niet vanuit een pyjama omdat ik dan te veel in die chill mode zit. Dus bij echt diep werk werkt dat niet zo goed. Tip 14, plan pauzes. En dus sluit heel erg aan op bewust die rustmomenten voor jezelf creëren. Zorg ervoor dus dat je die pauzes behoudt. In ieder geval die lunchpauze. En ja, zorg ervoor dat je in die tijd, ja, mijn voorkeur gaat eruit om dan echt even uit de stoel te komen. In ieder geval in beweging te zijn. Dus yoga oefeningen tussendoor zouden heel chill kunnen zijn. Misschien even stretchen. Die wandeling maken in de buurt. Misschien zou je het zelfs kunnen combineren met even boodschappen doen tussendoor. Dus dat huishoudelijke taken zouden kunnen. Check dat voor jezelf, maar dat zou een mooie manier kunnen zijn. En op deze manier creëer je ook mentale rust. Tip 15. Zeg vaker nee. Dus zeg vaker nee tegen het internet. Zeg vaker nee tegen andere mensen. Zeg vaker nee tegen je mobiel op dat moment. Als je echt productief wilt werken, moet je veel meer nee gaan zeggen. Zodat je ja kunt zeggen tegen die paar dingen die wel heel belangrijk zijn. Tip 16. Organiseer je eten. Het is een beetje hetzelfde als met het water. Zorg ervoor dat je dus weet, oké, wat ga ik voor de lunch in ieder geval eten? Wat wil ik tussendoor gaan eten? Dat je dit allemaal paraat hebt. En ja, daar geen onnodige energie, mentale energie aan kwijtraakt. Zodat je je dus weer kunt focussen op het thuiswerken. Ik denk dat deze hele kleine dingen, het zijn maar hele kleine dingetjes, maar al die kleine dingetjes bij elkaar opgeteld. Wat ik net al zei, al die tips bij elkaar. Ja, gaan er heel erg voor zorgen dat je super productief gaat worden. Als je ze allemaal kunt gaan toepassen op een gegeven moment. Tip 17, maak een dagindeling voor thuiswerken. Dus je kunt een weekindeling maken, een globale schets. Maar vervolgens wil je ook bepalen aan het begin van de dag, oké, wat is vandaag nou mijn main focus? En dus wat is dat kleine ding wat ik in ieder geval wil afronden? Dus als jij 2 uur de tijd pakt voor jezelf, wat wil je dan in die 2 uur echt afronden? Tip nummer 18, ken je systemen. En hiermee bedoel ik heel erg van, zorg er dus voor dat de systemen allemaal, als het even kan, aansluiten op het internet. Wat ik dus al zei, bijvoorbeeld in de cloud werken. Maar zorg ervoor dat alles dus ook goed met elkaar is afgestemd. Dat alles met elkaar synchroniseert. Wat ik zelf dus heel fijn vind, is dat ik bijvoorbeeld bepaalde dingen op mijn laptop heb gesynchroniseerd met mijn mobiel. En dus als ik ergens loop en ik wil notities maken, dan kan ik die ook vanaf mijn mobiel maken. Synchroniseert het weer met mijn laptop en andersom. Waardoor ik dus altijd up-to-date ben en het op verschillende plekken heb staan.
Dat is overigens al een paar keer ook heel erg verstandig geweest. Toen mijn harde schijf gecrashed was, ja, kon ik geen gebruik maken van mijn laptop, maar had ik nog wel alles op mijn mobiel staan. En kon ik, misschien niet de ideale situatie, maar kon ik nog steeds het belangrijkste werk in ieder geval bekijken. En als ik dan een afspraak had, dan wist ik van oké, hier ging het allemaal over, want dat heb ik nog steeds op mijn mobiel. Dus je hebt een soort van backup op dat moment ter beschikking. Vooral ook, zeker ook handig als je aan het thuiswerken bent, maar helemaal als je vanuit het buitenland bent, want ja, dan kunnen bepaalde dingen lastiger gaan. Ze werken hier iets anders met de laptop fixen bijvoorbeeld dan in Nederland bijvoorbeeld. Tip 20, beweeg. Hele belangrijke om fit te blijven. Dus vooral, kijk, als je een paar weken gaat thuiswerken, dan maakt het allemaal nog niet zo heel veel uit. Maar als je dit lange termijn wilt gaan doen, dan wil je er ook voor zorgen dat je goed en veel kunt blijven bewegen. Tip 21 sluit hier ook heel mooi bij aan, is doe powernaps. Dus vooral bij zittende beroepen zijn dit hele goede tips. Dus tip 1 op dit gebied zou ik zeggen, beweeg. Dus dat is tip 20. Tip 21, doe die powernaps. Dit zijn tips, hè? Dit zijn adviezen. Je hoeft niet alles op te volgen. Pas toe wat bij jou past, zou ik zeggen. Dus maak dat lijstje dan voor jezelf. Maar dat zou mijn volgende tip zijn. Tip 22. Vooral als je gaat thuiswerken, dat betekent dat je minder sociaal contact zou hebben. Dus tip 22 voor mij is hou sociaal contact. En het kan heel belangrijk zijn, vooral als je heel veel werk zelf doet of zonder collega's, dat je juist meer sociaal contact gaat opzoeken buitenom. Buiten het werk om. Ik denk dat dit een hele mooie zou kunnen zijn. Dit is, voor mij heeft dit heel positief uitgepakt. En dus ik werk eigenlijk alleen maar alleen omdat ik dat heel fijn vind. En daardoor ben ik ook veel productiever. Dus voor mij werkt dat super goed. Maar dat betekent wel dat ik daaromheen meer focus ook wil leggen op het opdoen van de sociale contacten. Dus dat zit bij mij niet zo in de collega's, maar veel meer juist bij vrienden bijvoorbeeld. Je kunt natuurlijk ook gewoon wel aanhouden wat je al doet. Dus je zou kunnen zeggen, ik ga in de ochtend thuis werken en in de middag ga ik collega's opzoeken. Als dat mogelijk is. En dat soort dingen doen. Of dat je juist minder gaat werken en in die andere tijd dat sociale gedeelte oppakt. Omdat je nou bijvoorbeeld veel productiever kunt zijn zonder collega's. Omdat je niet wordt afgeleid bijvoorbeeld. En die extra tijd zou kunnen besteden aan sociale contacten opdoen of daarmee bezig blijven. Niet te onderschatten ook de sociale contacten te onderhouden. Tip, even kijken, 23. Ja, maak je laptop heilig. Dit ding hier, daar staat voor mij al mijn werk op. Als jij een thuiswerker bent, dan is de kans heel groot dat jij in ieder geval voor een deel ook afhankelijk bent van je laptop of van je computer. Dus zorg ervoor dat je in ieder geval een hele goede laptop aanschaft die goed past bij wat jij aan het doen bent. En behandel je laptop dus ook heel goed. Dus ga er niet mee lopen zwaaien en het is misschien heel basic, maar denk daar gewoon goed aan. Je wilt gewoon geen problemen hebben met je laptop. Ik zeg heel vaak, twee dingen zijn voor mij vanuit mijn business in ieder geval heilig en zijn eigenlijk de eerste levensbehoeften voor mij naast het hebben van onderdak en water en drinken in het algemeen en eten. En dat is een laptop en internet. En als ik een laptop en internet heb, kan ik in ieder geval mijn werk doen en de grote kans dat dat voor jou net zo is. Tip 24, geef jezelf de tijd om te wennen. Als jij net in het hele thuiswerken principe stapt, of je doet het al een poosje, maar je kunt er nog niet helemaal echt lekker aan wennen. Ja, zorg er dan voor dat je jezelf dat kunt gaan aanleren. Het is namelijk helemaal anders. Het is compleet anders werken dan op kantoor met collega's of op klantenbezoeken gaan en al deze dingen. Als je dus veel meer vanuit huis werkt, zul je dus een hele andere mentaliteit ervoor moeten opbrengen om dit goed te kunnen oppakken. En ja, dat wordt nog belangrijker als je het vanuit het buitenland gaat doen. En helemaal als je vanuit het buitenland naar verschillende plekken iedere keer gaat, ja, dan is het super belangrijk om je dit veel beter eigen te kunnen maken. Maar ook om jezelf dus die tijd te gunnen. En ook te accepteren dat het misschien niet in één keer allemaal goed gaat. Maar dat je er uiteindelijk wel komt of dat het ook gewoon tijd nodig heeft. Dus wees geduldig. Tip 25, optimaliseer je time management. Met optimaliseer je time management bedoel ik hiermee dat ken jezelf, weet wanneer jij heel goed bent en wanneer je juist wat slechter bent. Dus waar ga jij heel goed op? Is dat in de ochtend werk, is dat in de middag werk, is dat in de avond? Maar denk er ook aan van, is dat met pauzes of juist zonder pauzes? Ik noemde net al de tip, neem pauzes af en toe. Ik denk dat heel verstandig is om te doen.
Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, als ik 4 uur achter elkaar werk en ik kan dan heel erg diep werken en heel goed werken, dat je die 4 uur pakt zonder pauzes en daarna bijvoorbeeld meer rust pakt. Dus kortom, waar ga jij heel goed op? Ga dat zoveel mogelijk toepassen. Waar ga jij slecht op? Is ook goed om te weten en probeer dat dus zoveel mogelijk te vermijden. Tip 26, richt je werk in zoals jij het wilt. Ook een hele belangrijke, ik noem dit heel vaak de persoonlijke grondwet. Daar heb ik ook een video op YouTube. Dus ja, check gewoon mijn andere video's als je hier nog meer geïnteresseerd in bent in meer de diepte op een van deze tips. Want dan is de hele grote kans dat ik daar al een video over heb gemaakt. Maar tip 26 is, richt je werk in zoals jij het wilt. Dus hoe ziet dit er voor jou uit? Hoe ziet het thuiswerken er voor jou uit? Met alle regels daarbij. Dus wanneer mag ik wel op de mobiel kijken, wanneer niet? Werk ik zonder internet? Wanneer wil ik mijn afspraken inplannen en wanneer juist niet? Zodat ik aan mijn business kan werken bijvoorbeeld. Dan in plaats van ja, in mijn business of aan de andere dingen. Dus dat is heel goed. En ja, tip 27. En daarmee zijn we meteen al aangekomen bij de laatste tip. Vanuit het thuiswerken, geniet van de vrijheid. Okay, vergeet dat niet. Want tussendoor kan het misschien zijn dat je het met het thuiswerken soms lastig hebt met bepaalde dingen. Maar er zitten ook super veel voordelen aan. En één daarvan, en misschien wel de allergrootste, is dat je ontzettend veel vrijheid hebt. Jij kunt bepalen hoe jij je werk zelf wilt inrichten. En dat is zo'n luxe positie waar je absoluut van eigenlijk moet, waarbij je verplicht bent om ervan te moeten genieten. Dat is een van de grootste voordelen, dat je meer vrijheid hierdoor creëert. Dus ik zou zeggen, ja, creëer die vrijheid voor jezelf en bouw het zo in zoals jij dat wilt hebben. Denk dus heel goed na over hoe jij je werk wilt inrichten. Dat zou mijn belangrijkste tip zijn op dit gebied. Zorg er dus voor dat je één plek hebt waarvan je alles kunt gaan doen. En dan hoop ik dat je superveel hebt gehad aan deze 27 tips voor thuiswerken. Ik heb er veel tijd in gestopt, dus ik ben heel benieuwd. Ben jij al aan het thuiswerken? Ben je nog niet aan het thuiswerken? Wat heb jij gehad aan deze tips? Welke tips pas jij al misschien zelfs toe? Waar heb jij gewoon heel erg veel aan gehad? Misschien heb ik wel een tip gemist. Laat het mij allemaal even weten hieronder in de comments, in de reacties. Ik ben heel benieuwd. Ik ga er natuurlijk ook op reageren. Dus ja, nogmaals, laat het mij weten. Wat heb je hier aan gehad? Of wat doe jij al met thuiswerken? Wat zijn jouw ervaringen ermee? Drop het hieronder in de comments. En dan hoop ik je de volgende keer natuurlijk te zien. Wil je meer weten, of meer tips hebben en meer inspiratie krijgen over persoonlijke ontwikkeling en online ondernemen? Vergeet dan niet mijn YouTube kanaal te abonneren om op de hoogte te blijven van de laatste video's. En dan hoop ik jou natuurlijk de volgende keer weer te zien en te spreken. Denk groot, start klein.